Waar zitten al die spinnen? We kunnen ze niet vinden met de camera, want we mogen niet in de buurt komen. Het schip, afkomstig uit Zuid-Afrika, wordt nu helemaal nagekeken. Meer dan 1000 containers moeten één voor één omhoog worden gehesen. Daar lopen de mensen van Rentokil eromheen met slakkentaren, stofzuigers en zo. En dan wordt alles daar weggehaald. En uiteindelijk, als de hele boot leeg is, en dat is een aardige operatie, het gaat dag en nacht door overigens, dan wordt aan de binnenkant van de boot wordt die ontsmet door Rentokil. De goederen die nog door moeten naar andere havens, die worden weer teruggezet. En de rest vervolgens zijn weg in Nederland. Dus het is echt wel een mega-operatie. Walter Getreuer, expert op het gebied van reptielen, begeleidt de bestrijders van Rentokil. Hij heeft 2 bruine weduwen van het schip meegenomen. Ja, dit is hem dus, die bruine weduwe. Ik ben heel erg blij dat hij in een bakje zit, want ik hou echt helemaal niet van spinnen. En gelukkig, qua grootte valt hij me nog mee. Ziet er eigenlijk een beetje uit als een gewone huistuin- en keukenspin. Maar hoe gevaarlijk is hij nou eigenlijk? Hangt een beetje van je gevoeligheid af. Hij kan redelijk gevaarlijk zijn, maar deze spin is absoluut veel minder gevaarlijk dan een echte zwarte weduwe. Maar ben je er heel erg gevoelig voor of heb je een allergische reactie? Ja, dan kan je wel redelijk ziek worden. Maar echt dood aangaan is normaal gesproken geen sprake van. Het valt dus nog mee, maar het is niet de bedoeling dat de spin zich gaat vestigen in Nederland. De vraag is dan ook hoeveel van die beestjes er op het schip zitten. Dat is moeilijk te zeggen. We hebben er over de 50 in totaliteit gevonden. En daar praat ik ook mee de 19 spinnen die ze al eerder hadden gevangen. En zo'n boot van binnen, daar kan je moeilijk overal kijken. Dus feitelijk kunnen er gewoon heel veel zitten. Een paar honderd, misschien wel 1000. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een schip de haven niet mag invaren omdat er onbekende beestjes aan boord zijn. Toch denkt Getreuer dat er wel vaker dieren aan boord zitten. Dit is wel de eerste keer dat het ook heel erg netjes gemeld wordt. Dat gaat alle lof aan de rederij en de kapitein. Tot ze hier gewoon open kaart over hebben gespeeld. Tot ze ook hun verantwoordelijkheden nemen. En ja, tot deze actie daarop gevolgd is. Of de spinnen ook in de containers zijn gekropen is niet bekend. Dat moet nog worden onderzocht.